Oké, iedereen klaar? Hij komt binnen enkele minuten naar buiten. We beginnen te draaien. Nu! Kijkers, dit is het BRT-journaal. Het is 18 uur en we staan voor de Chinese ambassade. Oké, iedereen klaar? Hij komt binnen enkele minuten naar buiten. We beginnen te draaien. Nu! De kijkers, dit is het BRT-journaal. Het is 18 uur en we staan voor de Chinese ambassade. Zo dadelijk zal de Chinese ambassadeur naar buiten komen. Hij gaat naar de Bontering van Guido Sint-Gemaris in Lier. En af! Ambassadeur, ik heb vernomen dat u naar het netenstadje Lier gaat. U gaat daar een bezoekje brengen aan de showavond van de jongens, van de jongens Giro. Ja. En hoe zijn, wat denkt u ervan? Wat zijn uw verwachtingen? Ayawa, ha, chowla, ili. Ayawa, aya, ha. Tungla la chowita, tungla chowin, tungla la chowitikota. Pangtola chowita, pangtola chowitola chowita. Wel, kijk, ik heb al veel lovende dingen over de Giro jongens in Lier gehoord. Jullie wilden subliem zijn. Ze zitten echt met energie. Zullen we deze avond maar eens gaan kijken? Het thema waarom het alles draait is met alle Chinezen. Wat vindt u van dit opzet? Arriwa, ha, arriwa, xing tong chong, arriwa, ha. Tung la wat zei toi, tung pa deo chui deo deo lai toi ta. Tung pa la toi chong tung lua chui, tung tung lua chui, u lua chui lua lua ta ta. Ik ben vereerd om in een klein westenstadje zoals Lier te komen. Ik vind het goed dat er eens een andere cultuur in komt. Dat de groep niet alleen leeft in hun eigen, maar ook buiten. Ik heb eronder dat u deze toneelvoorstelling wilt overdoen in Peking en andere grootsteden, maar hoe ver zitten wij bij de waarheid? Olewa, ha ya, ha ya, ha ya, ha ya, ha ya, ha ya, ching, o, ta wala, ha ya, ha. Tung lo wa chai chai wa wan, tung to la chu li ku na lo chua chai, pang lu wa tung tu lai chai chai, pang ta lu chai, pat chu chu la ke la chai. Ja, daar is inderdaad sprake over geweest, maar deze avond meer over. Geen verder commentaar. Ja. Hier.
beginnen. Allemaal hartelijk welkom heten op een 18e Bomterien. Dit jaar hebben we als jaarthema met alle Chinezen gekozen. Waarom? Dat weten we in feite niet. Dat was zo ineens een gedachte van een van de leiding om dat als thema te nemen, gewoonweg om een thema te hebben en om onze zaal in te kunnen kleden. Veel in de nummertjes zal er ook niet van terug te vinden zijn, natuurlijk wel in het leidersnummertje. Maar om het ook nog een beetje meer in te kleden, hebben we natuurlijk vandaag iemand speciaal laten afvaardigen vanuit Brussel. En dat is dus namelijk de ambassadeur van China en dat is Wang Li. En ik geef nu even het woord aan Wang Li. Ik zal misschien alles een beetje vertalen, hè? Maar Mr. Wang Li gaat een klein woordje tot u zeggen. Dus Mr. Wang Li is blij dat je er allemaal bent deze avond. Hebben jullie allemaal lieve mensen. Zijn vrouw, Anna Li, is niet kunnen meekomen. Die moest naar een modeshow. Heel spijtig. Ik hoop dat je allemaal goed amuseert. Hij vraagt wel dat je onder de nummertjes echt stil zult zijn, want hij verstaat heel slecht Nederlands en ook zegt hem, de mannen hebben er hard om gewerkt en het zou toch spijtig zijn dat je dat verstoort met lawaai te maken. Er wordt trouwens ook niet opgediend of niet getapt onder de nummertjes, dus denk er ook aan. En als je in Brussel komt voorbij de ambassade, moet je maar eens bellen. Moet dus wel zeggen dat je van Giro Sint-Gemarius zijn, want hij vindt dat je allemaal een beetje op elkaar trekt. Denk dat als Mr. Wang Li zich klaarmaakt om zich te installeren, zou ik toch graag even ook u een beetje cultuur meegeven. Ik ga u vandaag goed amuseren, maar we hadden toch ook wel graag dat je iets meepakt van deze avond. Ik zou u graag twee zinnetjes Chinees leren. Twee zinnetjes. Dus ik zeg gewoon voor en u zegt allemaal na. Luistert goed, want de tongval is nogal moeilijk. Ik zal het eerst zeggen en ik zal het vertalen dan. Hè. Dus Wang Li Bain Pong Piki Piki. Hij wil dat nu zeggen. Dus Wang Li, hè. Bain Pong is gevallen op de grond. Bain Pong, hè. Piki Piki. En heeft zich pijn gedaan. Probeer eens allemaal, hè. Ja. Wang Li Bain Piki Piki. Ik was er zelf naast. Nog één keer. Wang Li Bain Pong Piki Piki. Dank u wel. Tweede zinnetje. En dan zal Mr. Wang Li wel klaar zijn, hè. Wang Li Wa Suzuki. Ik zal allemaal Wang Li Wa Suzuki. Nog één keer. Wang Li Wa Suzuki. Dus dat wil zeggen Wang Li Wa houden van, tof vinden. Wang Li houdt van toffe moto's. Van die zware moto's. Wang Li Wa Suzuki. Beste mensen, een hele gezellige avond. En mag ik u misschien als eerste attractie voorstellen aan onze muziekkapel.
heeft zware problemen. Ja, ja, zware problemen. Hij ligt op het sterven. Ja, ja, sterven. Zijn zoon moet hem opvolgen. Ja, ja. Maar eerst moet hij een heel zware taak voortbrengen. Zeer zwaar. Dus, allemaal blazen en goed kijken. Ja. Kom maar. De speel. Verscholen in de wouden van Nieuw-Guinea leeft een stam van oude krijgers, de Manco Kapanen. Een groot onheil overschaduwt echter het dorp. Het stamhoofd Manco Capac ligt op sterven. Het is hard te sterven als de lente komt. Beloof dat je goed zult zorgen voor onze zoon, Kalimanko, mijn toekomstige opvolger. Mijn zoon, het lot van de Manco Kapanen ligt in jouw sterke handen. Ik verhuis nu naar de eeuwige jachtvelden. Ventje, blaast jij rustig uw laatste adem uit. Ik zal de verhuiswagen bellen. Wacht. Waar is de tamtam nog? Verniswerken, verhuur, ha, verhuizingen. De firma Louis en Zonen, dat is een goeie, die nemen we. De verhuiswagen is op komst. Ja, dat is goed. Maar ik denk dat ze te laat gaan komen. Manco Capac, mijn vader. Vaarwel. Manco Capac, mijn vent. Salut. Chocomousse van Danone. Wees onderweg op uw hoede, want de beker is onmisbaar.
zal echt moedig zijn, Moeke. Nog moediger dan MacGyver. Mogen mijn trouwste krijgers mij vergezellen op mijn heldentocht? Krijgen wij dan ook een potje chocomousse na onze tocht? Dat is beloofd, maar eerst goed je best doen, hè, mannen. Allee, voorwaarts, mars! Verstaan, ja? Vooruit. We gaan onmiddellijk verder.
mensen zullen ons wel helpen. Slacht de fitste olifant en zorg voor een lekker feestmaal.
Maar eerst moet Kalimanko de beker uitdrinken. Tot op de bodem in één slok. Philomeen, onze deurwaarder, zal hierop toezien. Klaar, Kalimanko? Ja, moeder. 3, 2, 1, drinken. Voilà, Moeke. In één keer helemaal leeggedronken. Nu nog een boerke en dan word ik stamhoofd van de Manco Kapanen. Ik beloof goed voor mijn stam te zorgen. Er komt zeker een nieuwe cinemazaal. Hey! Oh, wacht, wacht, wacht. En een fitnesscenter. Hey! En nog een verrassing. Op de grote markt komt een frietkraam. Hey! Leve Kalimanko en hij mag er wezen. Leve Kalimanko en hij mag er zijn. Zonder Kalimanko kunnen wij niet leven. Zonder Kalimanko kunnen wij niet zijn. We zijn gewonnen, we hebben vooral op de counter gevochten
En de Fransen hadden problemen met de verdediging. En wat zijn de vooruitzichten, Robrecht? Wel, ik denk dat ik er ga mee stoppen. Ik ga in de business. Daar is nog geld mee te verdienen. Of ze moesten mij als trainer vragen. Kunt je mij nu excuseren? Mijn vrouw Isabella A. wacht op mij. De leeuw van Vlaanderen! Vlaanderen! De leeuw! Robrecht, we love you! Van Vlaanderen, gewijde van Dampierre, Sanne, de dochter dus, is ontvoerd door de zwarte madame, bijgenaamd Veze Jeanne. Help de graaf, de vader dus, en bevrijd Sanne, zijn dochter dus, en val in de prijzen. De eerste prijs, dat is een videorecorder. De tweede prijs, dat is een raas naar de watervallen van Kuil. En de derde prijs, dat zijn 10 gratis inkomkaarten voor de Bonte Ring. Succes, getekend
De graaf van Vlaanderen. Ja, de vader dus. Kom aan, mijn zonen. Dat is werk voor ons. Vooruit nu, aan de slag. Helmoet, haal mijn paard. Ik heb wel papa en die zes andere dan. Vrouwke, mijn schoofzak en mijn zwaard. Wie niet waagt, niet wint. Nog eens goed krabben en we zijn weg. Onze papa, nog eens goed krabben en we zijn weg. Gaat hier wat beleven.
En waar is Yvonne? Die komt wel later. Die is nog naar de coiffeurs. Oh, maar kom binnen, pak een stoel, mokkadelle gemakkelijk. Zeg, en wat zie ik? Gelle, hebt cadeautjes bij? Dat moest je toch niet doen. Hier is Jean, een zwarte kat. De vorige was toch versleten. Merci, merci. Hoe was ze? En mama, een echte nieuwe volksgebied. Oh, merci, Gonda. Dat is vriendelijk. En in je toverboek, Jan Bacardi. Dat is een toffe gast, hè? Dat is waar, Simon. Oh, mannen, kom aan. Onze toverspreuk. Onze wieze, onze wieze, la Christa, la Christo. Onze wieze, onze wieze, wis, 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 wis. Als ik dan mezelf zie, ben ik toch maar heel gewoon. Ik ben een
Papa, een douche.
3. De toppers. Dit nummeltje is niet vol te lachen. Niet om te lachen. Wij luisteren heel goed naar het Salon en Strijkorkest van Vlaanderen. Cultuur, cultuur. Goed opletten en zeer aandachtig zijn. Maar na dit nummertje is één kwartiertje pauze. Doei, doei. Festival van Lier en Omstreken, beste muziekliefhebbers, zal vandaag het Salon en Strijkorkest van Vlaanderen de beroemde Russische tenor Vladimir Stravinskinov begeleiden. De opvoering wordt uitgezonden in Eurovisie. Het is nu 9 uur 's morgens. De laatste repetitie gaat beginnen. Aandacht voor de repetitie, alsjeblieft. Aandacht voor... Lai, 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 lai. Het is vandaag een grote dag en wij zijn niet van slag, nee, slag. Met mijn strijkstok, met mijn visstok, met mijn bisstok, met mijn kerfstok, met mijn dirigentstok. Goedemorgen, lieve vrienden, wat ben ik toch weer grappig, hè? Vandaag is het de grote dag. Ja, ja, deze avond is het de grote opvoering in Eurovisie. Spannend, hè? Maar eerst gaan we stemmen. Klaar? Wie stemt er voor de Louis? 1, 2, 3. Wie stemt er voor de Jacques? 1, 2, de Louis is gewonnen. Grappig, hè? Grappig. Maar nee, ernstig nu. We gaan stemmen. Sorry mannen, ik ben precies te laat. Precies, Polke, jij bent altijd te laat, ja. Jij weet toch wanneer dat wij beginnen? Hoe kan ik dat nu weten? Jullie zijn altijd bezig als ik binnenkom. Trouwens, ik was op tijd, maar ik had niet gezien dat de roltrap stil stond. Kunnen we nu eindelijk beginnen? Waar is onze Russische zanger Vladimir? Die ging toch komen repeteren? Beste vrienden, ik stuur mijn kat. Daar ik niet kan komen repeteren. Er is een fit in mijn stembanden. En ik kan het gaatje niet vinden. Deze avond ben ik er zeker.
uw vriend Vladimir. Aandacht, we gaan beginnen met de Salonkrakers suite in D-groot van Golfwang Mamadeus Ozart. Klaar? 3, 2. We stoppen de tijd. Zeg, Charles, weet jij waarom de Chinezen deze duim niet gebruiken? Nee. Dommerik, omdat dat de mijne is, natuurlijk. Zeg, Jos, zie je zwart? Staat op één been. Weet jij wat dat is? Ik heb geen idee. Een neger op één been natuurlijk. En zie zwart en staat op twee benen. Een neger op twee benen? Nee, natuurlijk niet. Twee negers op één been. En zie zwart en staat op drie benen. Drie negers op één been? Nee, een vleugelpiano. Zeg, Sof, staat in de hoek en het heeft snaren. Wat is dat? Dat weet ik niet, zinnen. Er staat een viool. Ja, beste vrienden, kom, het is tijd, hè. We hernemen de Salonkrakers suite in D-groot van Golfwang Mamadeus Ozart. Klaar? 5, 6. Mannekes, mag het alsjeblieft nu ietsjes rapper. Ik zou wel graag voor 10 uur naar ons Jacqueline bellen, hè. Klaar? 7, 8, volle kracht. Jacquelineke, zeg jij het? Ah ja, zegt is hier de prospère. Zeg Jacquelineke, kun jij deze avond, als ik thuis kom rond 11 uur, voor mij eens 3 videkens in de oven zetten? Zou dat gaan? Merci, schatje. Tot straks, hè? Ja, zijn dag, Jacqueline. Het grote moment nadert. De zaal is uitverkocht. De televisiecamera's staan klaar. De dirigent en de muzikanten zijn geconcentreerd. De Russische zanger Vladimir Stravinskinov is klaar en gorgelt voor de laatste keer.
Goedenavond, dankjewel voor terug. Ja, ja, dankjewel. Dankjewel voor uw talrijke aankomst, nietwaar. Meneer de minister, mevrouw van meneer de minister, meneer de burgemeester, ja. En mevrouw van meneer de burgemeester, zeg. Zeg. En gewone dames en heren. In het kader van het festival van Lier en omstreken, is het voor mij een grote eer, heel grote eer, u deze avond het Salon en Strijkorkest van Vlaanderen te mogen voorstellen. En deze avond zingt voor u levend de heer Vladimir Stravinskinov. We zullen zien. Zeg, sorry hè, excuseert mijn eigen hè. Mensen, sorry hè, het duurt maar even hè. Zeg, Prosperk hè, ik ben het weer vergeten hè. Het is voor tijdens de pauze, voor alles uit koffer hè. Ik weet weer niet meer wie dat er melk in moet hebben en wie niet hè. Zeg, mannetjes, wil ik er maar eens even helpen? Maar zwart. Melk. Zijn nummerplaat de weg verspert. Dank u. Schatter de pietjes. 13, 14. Hallo, met de Prosper. Mannekes, met jouw Chinezen, maar niet met een deze, niet met de Prosper. 19, 20. Oh!
nou, het is allemaal goed lustelen en blazen, hè? Ja. Iedereen in de blazen. Nu wel al veel, de kerel. We gaan kijkje nemen in Hollywood, hè? Hollywood? Hollywood, hé. Hey. Maar die nieuwe boek komen van die nieuwe film. Ah ja, met die Chinezen. Die met die Chinezen, met Louis Catons, die gaat trouwen. Ah, die Olympic trouwen. Ja, dus goed lusteren en zien, hè. Ja. Gaan we willen zien? Ja, dan willen we aan de work. We gaan nu een kijkje nemen achter de schermen van de filmstudio's van Hollywood. Volgende week is het de première van de nieuwe film De Zeven Vrouwen van Louis XIV. Een film van de wereldberoemde regisseur Peter Segers. De hoofdrol wordt gespeeld door John McEnroe. De laatste scène wordt vandaag opgenomen. Het is een van de meest beroemde emotionele scènes uit de film. Het huwelijksaanzoek tussen Louis XIV en zijn zevende vrouw. Ja, kun jij goed toneel spelen? Je krijgt 500 frank per uur en twee maaltijdseks.
En je moet Louis XIV spelen. Als ik je daar een plezier mee kan doen, alleen vooruit. Oké, jij bent dus Louis XIV. Nee, ik ben Gerard Peters. Jij bent Louis XIV en jij woont in een chic kasteel in Parijs. Nee, ik woon in de Glazenstraat in Lier. Ik zeg dat jij Louis XIV bent van 400 jaar geleden. Amai, leeft hij nog? Zijn we die op sterk water gezet, zeker? Ze biedt komt Theresia, die wora, uw zevende vrouw. Maar dat kan toch niet? Ik heb nog geen kennis. Zeg je daar een beetje medewerking, hè? Niet de familie, hè? Zwijg, het is een heel beroemde actrice. En zij speelt in beroemde operastukken. Wat blieft? Is die in stukken? Kom, wij zullen nu eerst aankleden en sminken. Verliefd geweest en ineens voor de zevende keer getrouwd. Tof, hè? Koning Louis XIV, ik zou u willen vragen. Vragen. Mag ik nu eens iets vragen? Als ik nu stekjes had, zou ik blaadjes vragen. Maar ik heb geen tabak. Verdorie. We gaan gewoon voort. Jij terug, Theresia. Voelt jij dan niet dat ik u bemin?
Ik voel niks. Begin het te regenen? Stop dan maar, want dat trekt op niks. We zullen eerst het muzikale gedeelte proberen op te nemen. Pierre, start de klankband. Mensen liggen in de gracht. Ik zeg volbracht. Gracht? Zeg, ik zal toch wel weten zeggen. Ik heb jaren aan de stad van Lier gewerkt. Ik kneel voor u. Zeg lompen, jij moet niet knielen. Zeg lompen, jij moet niet knielen. Je moet dat niet zeggen, je moet dat doen. Ah, wel, ik doe het toch? Ik wil zeggen, dit doen. Ja, maar nu zijn we met mijn voeten aan het spelen. Gérard Cator, trap het af. Zoekt iemand anders. Oei, 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 oei. Wat nu? Ja, zeg, als dat zo zit, dan moet ik het ook hebben. Is er iemand in de zaal die graag onze regisseur wil vervangen? En als het kan, ook nog een Louis en een Theresia. Want ik denk dat er van die première niet veel in huis zal komen. Van Mr. Wang Li. Mr. Wang Li, u mag uw woordje nu richten. Tang lao tai, pa lai tai tang toi to le choi, tai lai tai tang tao lai, to le che. Dus Mr. Wang Li is een zeer creatief man, zegt hij van zichzelf. Hij heeft verschillende toneelstukken geschreven in China. En hij vindt onze Giro heel sympathiek en daarom heeft hij speciaal voor onze Giro ook een nummertje geschreven. En het nummertje gaat over... gaat over een Spaans dorpje gelegen in Spanje. En het dorpje heet Ontario en het is daar zeer onrustig. We gaan samen luisteren. Bedankt Mr. Wang Li voor uw aandacht en voor uw werk voor ons. Het wordt gespeeld door de aspiranten.
1845 Spanje. In het dorpje Gomaria, bekend van zijn Spaanse vlaikens en zijn typische stierenkaas, leefden de mensen gelukkig en tevreden. Tot op 23 februari 1845. Akkertier, al mijn juwelen zijn gestolen. Mijn diamantenring, mijn koper halsketting, mijn gouden haarspeld, mijn vent Anatole zal razend zijn. Oei oei, het is zo'n krikkelen. Die gaat om moord begaan. Al mijn geld is gepikt. Jaren gespaard voor niks. Ik ben verloren. Mamma mia, compagna, por favor. Santana, Santo Domingo. Castagneta, di Mancia. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wie heeft mijn schilderij van Picasso gepikt? Allemaal uw handen boven tafel. Easy. Allianté. Geen onverwachte bewegingen. En uw sacoche uitladen. Easy. Allianté. Met alle Chinezen, maar niet met een deze. Ik laat niet met mijn Spaanse voeten spelen. De onrust in het dorp Gomaria groeide. De inbraken en overvallen volgden elkaar vlugger en vlugger op. De spanning was om te snijden. Niemand in Gomaria vertrouwde elkaar nog. De oorzaak van al deze ellende in Gomaria was te vinden in een bouwvallige villa aan de rand van het dorp. We nemen een kijkje in een van de verdufte kelders. Salto Alcadip. Overvallen en inbraken in een wip. No, no, signor. Non possibile. Dat zal niet gaan. Een moord. Dat doen wij niet. Daar hebben wij geen gerief voor. Verstaat het? Ik kan u wel verwijzen naar onze collega's in Barcelona. De firma Hamers en Zonen. Daar krijg de waar voor uw geld. Graag gedaan, senor. Als je ons nodig hebt, dan belt je maar. Adios. Het is vandaag een drukke dag, Salto. De zaken gaan multo bene. Je mag gerust zijn, Pedro. Hallo. Met de firma Pedro en Salto Alcadip. Overvallen en inbraken in de wip. Ah, señorita. U had dus graag dat wij het postkantoor van Madrid voor u overvallen. No problema, señorita. U had graag 500.000 peseto in briefjes van 1000. Dat is nota bene. Dat is genoteerd. Tegen volgende week. Eens even kijken, hè. Ah wel, tegen donderdag. Oeh, dat is te laat. Oh, tegen maandag dan. Maar dan komt er wel 5% bij, signorita.
dat moeten wij overwerken, comprendo? Ja, dat grapje gaat u 600.000 peseto kosten. BTW en annulatieverzekering inbegrepen. Uw naam, alstublieft? Gabriella Wuit. Predik Herenlaan, 34 in Benidorm. Muchas gracias, señorita. We gaan cito presto aan de slag. Adios. Come on, salto. No tempo loso. Geen tijd verliezen. Aan de slag. Naar het postkantoor van Madrid. Volle moed en volle patrol. Je moet gerust zijn. Salto, ik zeg, dit is een overval van de firma Pedro en Salto Alcadip. Geef ons Cito Presto 500.000 peseto of je gaat er niet goed van zijn. Oké? En dan zeg je, hè? En dan zeg ik, je moet gerust zijn. Bene. Maar ga zijn een goede compañeros, hè? Allee, rustig nu, Salto. Concentrare. We mogen niet opvallen, hè, joh. Dan mag je gerust zijn. Voilà. Dus, señorita, die timbres van 5 pesetos. 1, 2, 3, 4, 5. Maar, jij bent een intelligente type. Ga gewoon nog verder brengen. Attenzione! Signorita, dit is een overval van de firma Pedro en Salto Alcadip. Geef dolcito presto. 500.000 peseto, of je gaat er niet goed van zijn. Je mag gerust zijn. Signor, por favor, neem me niet kwalijk, maar ik ben hier vandaag pas begonnen. Kunt je morgen, manana, niet terugkomen? Mijn collega is dan uit verlof en die weet alles veel beter liggen. Manana, morgen om 10 uur? Mag het 9:15 zijn? Om 10:00 drinken wij ons chatje koffie. Om 9:15 dan, accordo, dat is voor ons geen probleem. Niet waar, Salto, wij zijn soepel in die dingen. Dan mag je dus staan. Signor, hebt u misschien een stilo? Voilà, dat is nota bene, dat is genoteerd, dus morgen om 9:15. Hoeveel peseto moest dat zijn? 500.000, senor. Liefst in briefjes van 1000. Als het niet te moeilijk is, nietwaar? No, senor, non problemo. Ik zal tegen Augusto zeggen, dan kan hij alles klaarleggen. Dan moet je niet wachten. Maar jij zijn een intelligente typo. Ga gaat het nog ver brengen. Let op mijn woorden. Je mag gerust zijn. Signor, sorry voor de storing. Dat is niks, signor. Dat is ons werk, por favor. Dat is tijd verliezen, Salto. Tempo is mono. En mono is stereo. Zeg, Salto. Zie je gaan wat ik zie? Interessant. Een zaal gevuld met rijke mensen. Met rijke signors en signoritas. Allemaal van de high society.
Hey, aan de slag. Dit is het overval van de firma Pedro en Salto Alcadip. Kalm blijven en alle juwelen, ringen, oorbellen, halskettingen en portemonnees afgeven. Of je gaat er niet goed van zijn. Voilà. Van Madrid. 9:15. Daar zat ik even dat jij mij goed gesmokt. Don Quixote, de goeiemorgen koffie. Dit is een overval van de firma Pedro en Salto Alcadip. Geef ons cito presto 500.000 peseto of je gaat er niet goed van zijn. Dan moet je rust aan. Wat blijft? U komt voor uw tv-tekst te betalen. Uw naam, por favor. Milo Tonero, dit is het overval. Ah, ja. Sorry, hoor. U komt voor die 500.000 pesetos. Zeg, mag het niet iets minder zijn? Ja, senor, als het echt niet anders kan, bene. Hebt u graag een plastic zakje? Oh ja, dat zou heel tof zijn. Maar gij zijn een intelligento, typo. Gij gog het nog verbrengen. Maar zeg, is dat nogal een toffe job? Overvallen en inbraken? Luistert, signor. Heel veel stress. Altijd compresso, altijd expresso. Nooit niet gerust. Zeg, makker. Koop jij misschien subitoken of een prestoken? Krabben en winnen. Gelijk als dat jij van een dak kunt springen. Je mag gerust zijn. Ik kom het onrecht bestrijden en ik zal jullie in de boeien klinken. Maar jij kunt dat schoon zeggen. Zeg dat nog eens. Ik kom het onrecht bestrijden en ik zal jullie in de boeien klinken. En hoe gaat jij ons pakken? Eens even nadenken. 10 seconden. Afgesproken. Morgen, Christian. En nu neem ik u mee naar de gevangenis van Barcelona Centraal. En je zult daar niet goed van zijn. Oh, maar daar zijn wij nog geweest, hè, Salto. Dat is daar niet slecht, hè. Nee, airconditioning, video in de cel, lekker Chinees eten. Niet waar, Salto? Daar ben ik niet geweest in. Adios, amigos. Zorro heeft het weer opgelost.
Zo'n goeie hebben we nog niet gehad, hip hoi. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad, hip hoi. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad, hip hoi. Ik heb gehoord dat jullie zo flink geluisterd hebben. Dat is fijn. En omdat jullie zo braaf zijn geweest, zal ik nog een verhaaltje vertellen over Ashuapushi. Een klein meisje. Zij had haar ouders nooit gekend en kreeg dus geen kindelgeld. Oh, wat erg. Zij woonde bij haar stiefmoeder, een rijke Chinese madame met een vals karakter en een vals gebit en met haal-ophaaltanden. Maar je moet stilke zijn en goed luisteren. Zij heette Selvra Nasi Gori. Ashuapushi had ook nog twee stiefzussen, Yamaha en Suzuka. Het waren twee heel stoute, venijnige, achtelbakse Chinese tangen. Altijd plaagden zij Ashuapushi. En dat vonden zij nog plezant ook. We gaan eens samen kijken naar het huisje van Ashuapushi. Silvra Nasigoling is weer aan het reclameren. Het is precies een mitelayet. Ashuapushi voelde zich heel verdrietig en weende dikke tranen. Dikke tranen. Op zekere dag las Yamaha in een krantje de volgende aankondiging. Groot bal van de Chinese keizer. 23 februari om 8 uur. Alleen voor de Shishi. Chique avondkledij verplicht. Oh, Moeti, mogen wij daar naartoe? Dat is deze avond. Wij zijn toch van de Shishi? Mordes zeker. De Chinese keizer die hier nog samen met mijn Chinese dansles gewoond bij Walkiers. Mag ik ook meegaan? Nee, jij bent veel te lelijk. Je bent nog geel achter je oren. Jij hebt trouwens geen schoolkostuum, alleen maar lodders.
En als de keizer dat ziet, dan vliegt je met uw klikken en uw klakken buiten. Kom, lieve kindjes, we zijn weg. We maken ons klaar. Ashuwapushi bleef alleen achter en was zeer verdrietig. Zij keek eenzaam door het raam, maar wel kon zij niet zien, want het huisje stond vlakbij de Chinese muur. En toen dacht zij aan haar buurjongen, wiens fiets nu reeds een week voor de deur stond en zong. Een fee. Een mooie fee, Pami Pankang. Zij was nog mooier dan Lin Wezenbeek en zij sprak. Met vier edelstenen. Met vier edelstenen. Van A1, van A2, van A breimachine. Ashuwapushi toch nog naar het bal van de Chinese keizer. Het bal vond plaats in de mooiste zaal van het keizerlijk paleis. Nog mooier dan het hof van Aragon. Aragon. Thank you.
uitgenodigden. Ik ben blij u op deze heugelijke dag met zoveel te mogen begroeten. Geniet dan ook van deze avond. En eet lumpia's, zolang de voorraad strekt. En mag ik u dan tenslotte mijn zoon en toekomstige opvolger aan u voorstellen. Sake pake. Alle mooie meisjes zijn zo lelijk als ik jou zie. Alle mooie meisjes zijn zo lelijk als ik jou zie. Ik laat me vallen in jouw armen, ik kom altijd goed terecht. Van de ogen van Ashuapushi keek, sloeg de klok 12 uur. Zal Ashuapushi nog tijdig het paleis kunnen verlaten? Gebleven, heeft geen adres gegeven. Ze heette Ashuapushi of zo. Ze zeggen dat ik taai ben. Dat ik een echte haai ben. Ik vind van niet. Vraag maar gewoon aan Ashuapushi. De prins bleef alleen achter. Met een gebroken hart. Hij kon die nacht niet slapen. En sanderendaags ging hij met het kroontje met de 4 edelstenen naar zijn geliefde, Ashuapushi. Geen ander zal mijn vrouw worden dan zij op wiens hoofd die kroontje past. En zo kwam de prins aan het huisje van Ashuapushi. Zeker voor mij komen. Kom in mijn armen, mijn schat. Kom, kom binnen, hoogheid. Dag, madame. Ik ben op zoek naar het meisje op wiens hoofd die kroontje past. Zij is het gisteravond verloren tijdens het bal. Ja, het is mijn maat. Probeer maar.
Als je wat poesje, ga eens vlug naar de bakker. Een groot lang wit brood halen en 4 sandwiches. Past dat nu echt niet op mijn hoofd, dat kroontje? Probeer bij mij maar eens. Ik denk dat dat kroontje van mij is. Oh, maar je hebt het zeker gewassen met Dash Ultra Wit. Ja, dat doet krimpen natuurlijk. Ik barst van jaloezie. En zou dat ding niet op mijn kopje passen? Ik heb toch al een lief. Ik herken jou, mijn liefste. Jij bent het. Ja. Het kroontje past. Was er dan een keertje ruzie, alles viel weer in de plooi. Veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi. Van alles wat je mij beloofde, blijft er niets meer over. Poesie, trouwde, kocht er een televisie en leefde nog lang in en gelukkig. En toen kwam er de Chinese naam, Han, en sprookje is gedaan.